Hoi, voor Wink mag ik 3 queer mensen spreken binnen Defensie. Ik ben benieuwd wie er schuil gaat achter het uniform. Lekker. Ja. Dank je. Thanks. Jij werkt bij Defensie? Ja. Wat doe je daar? Ik hou mij sinds kort bezig met het reguleren van AI, dus Artificial Intelligence. Ja. En dat is een soort van nieuwe functie, nieuwe tak van sport binnen Defensie. En hoe ben je daar terecht gekomen? Ik ben al sinds 2009 werkzaam bij Defensie. Eigenlijk gewoon na mijn afstuderen een beetje binnengerold en nooit meer weggegaan. En waarom? Omdat het heel goed bevalt. Defensie zegt altijd, we beschermen wat ons dierbaar is. Maar dat is natuurlijk ook echt wel zo. Dat zeg maar, alle rechten en alle verworvenheden die wij in Nederland hebben, daar staat Defensie ook voor. En dat wordt eigenlijk steeds belangrijker, vind ik. Dus ik vind Defensie is gewoon heel leuk om te werken. Het is echt een heel gezellig. Collega's zijn echt fantastisch. Maar ik vind het ook echt een belangrijke, je hebt ook echt een belangrijke taak als Defensie. Je werkt met AI, dat wordt in de toekomst alleen maar groter. Voelt het ook niet als een heel heftige verantwoordelijkheid? Nou, het is een verantwoordelijkheid die je met z'n allen hebt, dus iedereen die met AI werkt. Ik denk dat het heel heftig kan zijn en daarom is het heel goed om het te reguleren. En dat is een verantwoordelijkheid die we met z'n allen binnen Defensie hebben. Oh, wat goed. Met wie woon je allemaal? Met je partner? Ja, met Joost en met Etje, de poes. De poes. Ja. En Laura, de kip. Ja, we hebben kip. Een kip. We hebben een kip. Ja, ja, we hadden ooit 3 kippen. 2 zijn er ondertussen al naar de eeuwige jachtvelden gegaan. En deze houdt het nog heel goed vol. Heel goed. Laura, de kip houdt het vol. Ik wil er wel even ontmoeten. Mag dat? Zeker. Ja? Top. En Etje de Poes. En Etje de Poes. Hallo. Oh. En laat je het hierbij? Poes en kip? Ja. Of staat hier straks een giraf? Nee, dit hier blijft erbij. Misschien dat er nog wel nieuwe kippen bij komen. Maar... Ja. Hoe hebben jij en Joost elkaar leren kennen? Via een gezamenlijke vriendin. En wij kenden elkaar denk ik al 2 jaar. We zijn al een keer op vakantie geweest met die vriendin. En pas na 2 jaar kregen we een relatie. Ja. En hoe lang zijn jullie nu al samen? Wij zijn net 7 jaar getrouwd. En 1 jaar of 13 samen. 13 jaar samen, wow. Dan ben je echt samen. Het voelt ook niet als 13 jaar. We hebben 1 jaar op Curaçao gewoond. We zijn net 2 maanden geleden teruggekomen van een soort van wereldreis. Dat houdt het natuurlijk wel leuk. Ja. En afwisselend. En je bouwt ook een soort van samen geschiedenis op. En stel je bent niet op wereldreis en je bent niet aan het werk. Waar hou je dan mee bezig? Nou, ik zit in het bestuur van de Utrecht Pride. Dat is een van mijn grote hobby's. Ben je dan bezig met AI binnen het bestuur of wat is jouw taak? Nee, het is echt totaal iets anders dan wat ik in mijn reguliere werk doe. Ik ben secretaris, dus ik hou me bezig met alle contacten met de deelnemers. Dus we hebben iets van 250 vrijwilligers. Zo. Nou, die moeten ook allemaal geïnstrueerd worden en zorgen dat ze de juiste dingen doen. En dat is een van de taken die ik heb binnen het bestuur. Leuk. Maar zitten ze hier ook in de buurt? Of? Ja, het is 10 minuten fietsen. Dan kunnen we even kijken. Ja, ja. Leuk. Oké, dus hier is het. Ja, dit is de vrijwilligerscentrale en dit is met de Pride is dit zeg maar het epicentrum waar alles gebeurt. Ja, dus hier de grachten vol en iedereen hier in kleurrijke kleding en dan is het eindelijk weer Pride. Maar hoe ziet die dag voor jou eruit? Want jij bent eigenlijk gewoon aan het werk. Ik ben gewoon aan het werk, ja. Al die vrijwilligers komen hier, dus die eerste uren ben ik vooral heel druk met mensen op pad sturen. Iedereen die staat natuurlijk uitgedost op een boot en is lekker aan het bier drinken. En dat moment zijn wij gewoon druk aan het werk. En rond 1 uur of 7 hopen we helemaal klaar te zijn, dat alles weer afgebouwd is, dat er alle vrijwilligers terug zijn. En dan hebben wij wel ons bier verdiend. Bier. Precies. Ja, ja. Hoe belangrijk is een dag als Pride voor jou? Pride blijft altijd nodig. Ja. En dat het gewoon hier in je eigen stad kan. Het is een heel concreet evenement. Ik vind het echt fantastisch om te doen. Ja. Ja. En hoe voelt het dan voor jou? Want ik krijg zelf altijd een warm gevoel als ik echt iedereen helemaal in kleurrijke kleding zie en de grachten vol met boten en feestende mensen. Wat voel jij als je op Pride rondloopt? Er is in Utrecht is altijd een moment dat ik begin te janken. Dat ik denk van holy fuck, wat veel liefde en wat een fantastisch evenement. Dat je dan ben je zo druk geweest en dan zie je hoe alles loopt en dan word je er gewoon emotioneel van. Het is zo belangrijk en het wordt door zoveel mensen gesteund dat er gewoon een moment is dat je hier langs de kant staat met tranen in je ogen. En dan denk ik, yes, wat een toffe stad. Zeker. Ja. En daarna wordt het tijd voor bier. Ja, precies. Ik heb er eigenlijk wel zin in. Ja, ik lust er ook wel eentje. Toch? Oké, waarheen? Naar Café Kalf, zou ik zeggen. Ja, is dat je stamkroeg? Ja. Oké, ja. Nou, let's go. Nou, Café Kalf, mijn stamkroeg. Hier kom ik graag. Ja. Ja.
En wat vind je fijn aan zo'n plek als dit, aan een gay bar? Nou, dat je sowieso gewoon jezelf kan zijn, maar ook dat je eigenlijk altijd bekenden tegenkomt. Robert, de eigenaar, is een goede vriend van mij. Die zit ook in het bestuur van Pride, dus ja, je komt hier altijd binnen in een warm bad. Maar wat als jij hier aan de bar staat en je praat met nieuwe mensen en je zegt, ik werk binnen Defensie. Wat zijn de reacties? Ja, heel normaal eigenlijk. Want het is natuurlijk ook gewoon een normale werkgever. En mensen vinden het ook heel cool. Ook omdat ze eigenlijk ook steeds meer merken dat Defensie belangrijk is. En dat ze ook, nou ja, ook vragen van hoe is het dan om als gay bij Defensie te werken. Uiteindelijk vindt iedereen het gewoon leuk. En wat is daar je antwoord op als ze dat vragen? Dat het heel normaal is. Ja, Defensie is net de rest van Nederland. Je zegt, je voelt hier vis in het water. Dat kon je ook op werk. Wat zou jij willen meegeven aan jongere collega's die queer zijn en ook binnen Defensie willen werken of al werken? Nou, dat het een organisatie is waar je gewoon jezelf kan zijn. Dus verlogen je afkomst niet en blijf lekker jezelf. Daar is alle ruimte voor binnen Defensie.